Goedemiddag. Dank u wel, voorzitter. Ik ben hier vandaag voor het eerst. En ik ben in ieder geval verheugd dat ik heel veel enthousiaste mensen om me heen heb die ook enthousiast zijn over de politie. 3 weken geleden was ik nog executief politieambtenaar, dus nou ja, ik denk dat ik in een goede commissie zit nu. Misschien mag ik even kort ingaan op dat laatste punt over de explosieven. Ja, dat heeft natuurlijk vooral ook te maken met het hebben van goede inlichtingen, het doen van observaties en technische middelen. En ja, dat is weer terug te voeren op capaciteit, hè. Dat is altijd het grote probleem bij de politie. Je kunt maar op één plek tegelijk zijn. En als je ziet dat mensen die in de noodhulp aan het werk zijn, dat zijn toch de mensen die als eerste vaak op een PD komen. En daar, vanuit daar wordt er zeg maar opgestart en gaan er allerlei dingen plaatsvinden. En ja, in de noodhulp zijn al veel te veel mensen. De diensten kunnen al heel vaak niet rondgebreid worden. En dat is een groot probleem. Ik wil kort graag ingaan op de punten die op de agenda stonden. Beleidsreactie, commissie, wapens, wet wapens en munitie en plan van aanpak. De PVV die steunt de aanpak om de administratieve lasten voor de politie terug te dringen. Zeker als het gaat om bijvoorbeeld verlenging van verloven en zo, dan zou je dat wellicht ook op digitale wijze kunnen doen. En als het dan gaat om wapencontroles, u weet dat politiemensen de controles doen bij de verlofhouders en dan vooral gaan kijken, is de munitie gescheiden van het wapen en zijn de wapens goed opgeborgen in de kluis en zo. Dat zou je misschien kunnen outsourcen, zodat je weer politiecapaciteit vrij krijgt voor andere belangrijke zaken. En kan de minister ook vertellen hoe men nu de psychische gesteldheid van verlofhouders monitort, zodat incidenten als in Alphen aan de Rijn voorkomen kunnen worden? Er is een pilot geweest over verkeershandhaving BOA's. Nou ja, verkeershandhaving is een primaire taak van de politie. Toch blijkt uit die pilot en in de praktijk dat BOA's al jarenlang en heel goed eenvoudige verkeershandhavingstaken op zich kunnen nemen. We steunen dat omdat ook daarmee politiecapaciteit vrijgemaakt kan worden voor andere zaken die nu wellicht op de plank blijven liggen. En nu we dan toch over BOA's hebben, het is al eerder genoemd, wat is de reactie van de minister op het voornemen van sommige burgemeesters die ingaat tegen uw landelijke richtlijn als ze dan zichtbare uitingen van religie mogen dragen? Immers gezagsdragers die dienen uniformiteit en neutraliteit uit te stralen. Wij steunen ook de adviezen van het college ICT-toetsing met betrekking tot een nieuw geïntegreerd meldkamersysteem. Wij vinden echter ook dat de gaten in het C2000-systeem met spoed gedicht moeten worden, want er ontstaan thans soms gevaarlijke situaties doordat verbindingen plotseling wegvallen. En ook is het wenselijk volgens ons dat er een betere koppeling komt tussen de politiemeldkamers en de meldkamer van de Kamar in Soesterberg. De Kamar wordt immers tegenwoordig ook ingezet in de politie-noodhulp. En er is al iets gezegd over het handelingskader NCTV voor burgemeesters en dat steunen wij ook. Wij staan natuurlijk achter het recht tot demonstratie, doch wanneer er wordt opgeroepen tot geweld, dan keuren wij dat af. Is het ontoelaatbaar en moet ingegrepen worden. Meneer Boswijk die had het net, als ik even mag, voorzitter, over de recherche. En het is natuurlijk zo dat heel veel rechercheurs die stromen voort uit blauw, dus die komen vanuit het uniform, hebben jaren politieervaring en gaan dan bij de recherche werken. Tegenwoordig gebeurt het ook met opleidingen HBO en dan worden mensen opgeleid tot recherchekundigen. Is heel goed. Maar ik blijf toch ook wel pleiten voor mensen kansen bieden binnen de politie op doorstroom naar de recherche. En dan zou je dus ook vanuit blauw daarop moeten initiëren. Dank u wel. Oh ja, nog één ding, als het mag, voorzitter, als ik nog even tijd heb. Ik hoorde net een suggestie over de gepensioneerde politiemensen die in cold cases zouden moeten worden ingezet. Dat is op zich een heel goed idee. Ik ken er ook een paar die dat heel goed zouden kunnen, die dat jarenlang hebben gedaan, aan moordzaken hebben gewerkt en zo. Die willen dat ook dolgraag doen, maar die zeggen ja, voor 3 euro per uur kom ik niet weer uit mijn bed. Dus dat is wel heel jammer. Maar misschien zijn er wel wat ontwikkelingen te bedenken om die mensen die heel goed zijn, om die weer opnieuw aan het werk te krijgen voor dit soort hele belangrijke zaken. Dank u wel. Oké, u bedankt. Er zijn 3 interrupties volgens mij. Meneer Boswijk, mevrouw Mütleur en meneer Sneller. Ik weet eigenlijk niet wie als eerst was, maar zullen we even met meneer Boswijk beginnen, want meneer Boswijk werd ook genoemd in het betoog. Meneer Boswijk. Ik had niet per se een interruptie, alleen dat ik het ermee eens ben. Dat is nemen voor kennisgeving aan. Dan was het denk ik eerst meneer Sneller. Ja, volgens mij is mijn collega een aanwinst voor deze commissie. Iemand met praktijkervaring. En misschien kan hij ook uit zijn ervaring iets zeggen over wat er in het PVV-verkiezingsprogramma staat. Waar wordt genoemd dat onze politie wordt niet meer gehinderd door politiek correcte korpschefs die vooral bezig zijn met inclusie en diversiteit. Is dat, want mijn collega komt ook uit de praktijk, is dat inderdaad ook zijn ervaring dat het werk leidt daaronder? Meneer Adema.
Ik heb die ervaring gelukkig niet. Ik zat ook ver weg. Ik zat in Groningen, dus ik had wat minder met Den Haag. Maar nee, ik denk dat dat wel een beetje meevalt. Maar kijk, het gaat erom hoe ze zich gedragen en wat ze doen voor de mensen op straat. Dat is belangrijk. Daar kijken de meeste politiemensen naar. Hè. Die willen graag hard aan het werk. En dat moet niet worden tegengewerkt door allerlei randverschijnselen. Nou, ik ben nu in ieder geval in Den Haag. Dat is een feit. Mevrouw Mutler. Ik ben in ieder geval blij met een dergelijk mild antwoord van mijn nieuwe collega van de PVV. Eén opmerking of correctie. Die cold case rechercheurs die hebben al gezegd, we gaan het oppakken. Dus dat is heel interessant om te zien. Maar mijn vraag, voorzitter, die richt zich eigenlijk op de C2000, want we hebben inderdaad een ervaringsdeskundige hier in ons midden. En ik zei in mijn bijdrage al dat het adviescollege ICT-toetsing heeft gezegd dat de opvolger van het geplaagde C2000-systeem, communicatiesysteem, eigenlijk gedoemd is te mislukken. Dus ik ben eigenlijk benieuwd naar hoe mijn collega kijkt naar de veiligheid van politieagenten en de inzet van de communicatiesysteem nu en in de toekomst. Meneer Adema. Nou, ik kan u verzekeren dat het een hele vervelende ervaring is als je bezig bent met een achtervolging of ergens in een wijk staat en belaagd wordt door wie dan ook. En dat dan plotseling je verbindingen uitvallen. Dat is gewoon heel beroerd. En dat heeft heel vaak te maken met de dichtheid van de masten, heb ik begrepen, en het niet goed functioneren van C2000. Dus daar zou toch echt wel naar gekeken moeten worden. En de oplossing lijkt ook vrij simpel. Je moet gewoon masten bijplaatsen in gebieden met weinig dekking. Dus dat hoeft volgens mij ook niet heel erg duur te zijn, maar het zou toch wel mij wel wat waard zijn dat de minister er even serieus naar gaat kijken om dat op te lossen.